Hallo. Goeiedag. Kenneth. Kenneth. Hoi. Hoi, Mark. Het kent net niet en dus gaat hij mee met de volgauto, de fiets van toen. Ik zou zeggen, ga zitten. Ik ben je chauffeur, tenzij je graag zelf wilt rijden. Luxe? Nee, ik word graag gereden. Ik vind het wel heel leuk. En we gaan niet zomaar een stukje rijden, we gaan naar een wedstrijd. Oh, hij is elektrisch. Met de Olympische fiets en het baasje. 3 jaar later, Annemiek van Vleuten die wint waar ze rijdt, waar ze wilt. Die nooit meer het meisje van de val wil zijn. Heeft zo'n fiets nog bijzondere sentimentele waarde voor je? Deze wel, ja. Maar anderen niet allemaal. Vanwege de Olympische Spelen of vanwege de val? Eigenlijk wil ik het niet zoveel over hebben als ik eerlijk ben. Ik vind het een beetje lang geleden. Ja. Nee, onze kever is niet de plek voor therapie die ze serieus overwogen heeft toen. En waar ze straks wel over praat. Het voordeel van een lange autorit. Eerst het nu. Ze won de Ronde van Italië, reisde door naar Tokio om daar het parcours te verkennen van de volgende Olympische Spelen. Daar wil ze winnen wat ze toen voor het grijpen had. Van Vleuten. Goud. Niet doen! Je kunt zo'n fiets koppelen aan van alles. Je kunt er ook gewoon mee winnen en dat wil ze vandaag doen in het Brabantse Kaam. Een wedstrijdje na de Tour, een dorpsfeest, waarbij de collega's heren het traditioneel op een akkoordje gooien. Ontboezeming, de dames die doen dat niet. Bij de mannen zit een beetje doorgeprikt kaart altijd. Hè? Wat is het voor jullie vanavond? Gewoon volle parcours vanaf vertrek. En dat is ook leuk. Nee, niks afgesproken bij ons. Is gewoon, bij de vrouwen is het gewoon open koers. En zeker als het rondje niet gevaarlijk is, dan kan dat prima. Is leuk. Je weet niet nu al of je gaat winnen of niet? Nee, gelukkig niet. Want daardoor heb ik ook iets meer zin in. Dat is leuker. Ja. En dat zeg je niet omdat je dat moet zeggen? Het is echt zo? Ja, het is echt zo. Mag ik je even helpen? Ja, graag. Ik heb nog nooit in een wereldkampioene geprikt, dus ik word er een beetje nerveus van. Jo, prima. Top. Ze wil geen fanclub, geen manager ook. Ze doet de dingen op haar manier. Gaat privé het liefst om met mensen uit haar studententijd. Al is ze ook goed bevriend met dat andere boegbeeld, Marianne Vos. Het is net als bij het meisje van de val. Ze wil gewoon niet in hokjes geduwd worden. De discussie over het prijzengeld bij de mannen en de vrouwen, dat klopt dat het echt onwijs scheef is. En ik werk er even hard voor als mijn mannelijke collega's. Ja, ja. En de media zoomt daar heel erg op in. En ik vind dat eigenlijk ook heel erg jammer. Dus om nou op de barricade te gaan zeggen, ja, we moeten meer prijzengeld, dat vind ik, dat is een laatste stap die we moeten nemen. Dus ik moet je niet vragen wat jij voor zo'n paar rondjes fietsen krijgt hier? Wat ik hier aangeboden krijg, is dat echt verdrievoudigd in 5 jaar tijd. Er zijn mannen die krijgen hier meer dan 10.000 euro om een uurtje te fietsen. Ja, dat krijg ik. Denk niet dat jij dat krijgt? Nee, zeker niet. Krijg je de helft? Ik ga er verder niet op in. Ik vergelijk me niet met de mannen. En ik vind ook dat we sowieso worden, dat heb ik ook bij het vrouwenvoetbal heel erg aan geïrriteerd eigenlijk. Ik denk, nee, we moeten niet kijken van, ja, maar in vergelijking met de mannen. Altijd dat vergelijken, vooral bij de liefhebbers onderling. Omdat zij er wel een echte wedstrijd van maken en de heren niet, rijden de dames vandaag zelfs harder. Dat dan weer wel. Beoordeel het spektakel, zegt Van Vleuten, en niet het verschil. En het beeld van een prototype topsporter laat het gewoon los. Ik ben ook geen ideale topsporter. Ik doe, dat heb ik een aantal jaren geleden geaccepteerd, dat ik ben niet de ideale topsporter. Ik lig er wat regelmatig op, bijvoorbeeld na 12 uur in bed. Ik ben al helemaal een nachtuil. Dat heb ik geaccepteerd. Want ik heb altijd gedacht dat je alleen de top kan bereiken door heel extreem te zijn. Maar dat hoeft dus niet. Inderdaad, dat wil ik zeggen. Dat hoeft niet. Je hoeft niet een perfecte topsporter te zijn om de top te bereiken. Sterker nog, ik denk dat ik door jezelf op te leggen dat je per se het perfect moet aanpassen, dat zorgt alleen voor stress. Hier gaan we spitten van Vleutenbos, van Vleutenbos, hier wordt het voor Van Vleutenbos. Juist de laatste jaren is ze relaxter dan ooit. Na die val, ja. Bijna 37 is ze nu en ze was nog nooit zo sterk. En de gelegenheidsverzorger mag nooit meer suggereren dat het doorgestoken kaart is. Nou, dat was weer Wat kan jij ons als vriendin over Annemiek vertellen dat we nog niet weten? Nou, wat we nog niet weten, ik ken ze vrij goed, maar
Maar zij schuwt een beetje de aandacht. Ze hebben geen fanclub. Nou, ik geloof niet dat ze het per se vervelend vindt, maar het hoeft van haar niet zo inderdaad. Ze doet het gewoon omdat ze het heel graag doet, omdat ze het maximaal uit zichzelf wil halen. En nou ja, wat iedereen denk ik juist wel weet en kan zien of in ieder geval, maar ik zit er dan misschien iets dichter bovenop, is dat ze ontzettend gedreven is. De top van de Nederlandse dameswielrennen. Vos en Van Vleuten, een standbeeld in Brabants wielermekka. Die erkenning duurde lang. Maar er kwamen, mede dankzij hun succes, meer wedstrijden, meer tv-minuten. Meer dames ook dan ooit op een racefiets. Collega's die op de foto willen, aandacht die ongemakkelijk voelt. Net als vragen over het leven na die val. Ik heb natuurlijk al een tijdje ben ik echt het meisje van de val van Rio geweest. Heb je dat achtervolgd? Ja, dat was wel moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat ik voor mezelf wist dat ik wel meer ben dan het meisje wat viel. Wat ik ook heel vaak hoor van, oh, nu kan je revanche gaan nemen, maar zo voel ik dat zo helemaal niet. Nee, ik zie het gewoon als een hele leuke en mooie uitdaging weer die op mijn pad komt. Er is ook wel meer in de wereld dan gouden medailles. En dat heb ik ook heel erg geleerd natuurlijk naar Rio. Dat je je af gaat vragen, was ik nou gelukkiger geweest als ik nu een gouden medaille had gehad? En uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, nee, ik was niks gelukkiger geweest. Ja, dus dat soort lessen neem je ook wel mee in je carrière. Dat je ook weet, ja, ik was gewoon niet gelukkiger geweest. Het klinkt bijna alsof je er nog therapie naar gedaan hebt. Nee, daar heb ik wel serieus over gedacht. Want ik dacht misschien, ik wil niet iemand zijn die over een x-aantal jaar nog even een trauma heeft. Die altijd maar bij dat moment blijft hangen. En eigenlijk vind ik het ook niet zo erg om erover te spreken. Want ik ben eigenlijk, op een gegeven moment werd het wel gewoon ook wel trots wat ik... Mijn buitenwereld had alleen over de val, maar zelf kon ik ook wel echt trots hebben over wat ik daar heb laten zien. Psychologische ondersteuning is ook gewoon een aantal technieken aanleren. Bijvoorbeeld doelen stellen, maar ook negatieve gedachtencontrole. Een lesje negatieve gedachtencontrole, tot slot. Weg uit de Brabantse bierwalmen. Het liefst gaat ze na een vol seizoen ver weg anoniem backpacken, die controle loslaten. Nou, je hebt me nog niet helemaal de vraag gesteld, wat drijft mij? En dat... ja. We hebben nog 600 meter. Ja. Nooit meer praten over die val. Vandaag is het roemloos einde. Een bijna lege accu op een parkeerplaats. Aldo, toch over wielrennen. Ah, het is gelukkig om het ook niet over te hebben. Zeker, ja. Dankjewel.